Terug in het schoolritme. Ontbijten, haren kammen, broodtrommels vullen. Maar als je net als Jari met het busje naar school moet, is het best spannend of die ook komt. Zeker omdat PlusOV vorig jaar veel fouten maakte. Of ze komen niet opdagen, is ook alles voorgekomen, of een uur later. Dat vind ik niet prettig. Dan raakt hij van slag af. En dan, dan word je gebeld door school of ik moet zelf weer overal achteraan bellen. En dat is best wel vervelend. Omroep Gelderland deed onderzoek naar het doelgroepenvervoer. De gemeenteraden hadden veel kritiek op de organisatie. De directeur en de bestuursvoorzitter van PlusOV stapten op. En deze zomer werd alles op alles gezet voor een vlekkeloze start van het schooljaar. Het bedrijf wil niet voor de camera reageren, maar vertelt ons wel dat de start een stuk beter verliep dan vorig jaar. Jari wordt, iets eerder dan verwacht, opgehaald voor zijn eerste schooldag. Dit scheelde wel de chauffeur die zich voorgesteld had en het feit dat ik een rooster had gekregen, wat ik vorig jaar allemaal niet heb gehad, ben ik hier alweer heel blij mee. Dat dat wel gebeurd is. Maar de rest moet ik gewoon nog heel even afwachten. Dit najaar beslissen de gemeenteraden of ze volgend schooljaar doorgaan met PlusOV.